zangersplaten zijn hier in de kerk van Luca. En natuurlijk steken wij weer een kaarsje op. En dit keer doen we dat voor Edwin en Jessica Veenendaal. Ja, dat doen we, hè? Ja, want wij hebben een tijd geleden, een paar maanden, vijf maanden geleden, vaste volgers weten dat nog wel, heb ik hun gesproken. En met Jessica ging het toen heel, heel slecht, vrienden. Ja, je kijkt er nog even naar. 2019 zijn jullie elkaar tegengekomen. Klopt. Goed. Ja. Nou, en vertel verder. En toen? Ja, hele leuke vrouw natuurlijk. Wij zijn een relatie begonnen in maart uiteindelijk van het jaar. Ja. En we hebben gewoon een heel leuk leven. Tot juli van dit jaar. Ho. Ja. Horen we dat, vrienden? Tot juli van dit jaar. En wat gebeurde er toen? Nou, op 4 juli kwam mijn vrouw, inmiddels Jessica, die kwam thuis. En die had een bultje bij haar sleutelbeen. Ja. En na nader onderzoek betekende het dat het een uitzaaiing was van een vergevorderde longkanker. Nooit gerookt, nooit gekke dingen gedaan, maar de longkanker is inmiddels uitgezaaid in het volledige lichaam. Waardoor zij ongeneeslijk ziek is verklaard, helaas. Wow. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk iets. Ja, vrienden. Kijk, dat zei ik net. Het leven is soms is oneerlijk, hè? Ja, dan? Dat klopt. Ja, ja? Ja, het gebeurt altijd bij een ander in principe. Ja, ja, ja. En nu komt het heel dichtbij. Ja, het is oneerlijk. En keihard, Jessica, of niet? Ja. Ja. Ja, Jessica is niet van veel woorden, beste vrienden. Dat zeg ik al vooraf. Nee. Maar ik vind het al geweldig dat ze gekomen is. Want Jessica is al heel erg ziek, of niet? Ja, hè? Heel vermoeid. Ja, ja? Eigenlijk, het is allemaal heel vermoeiend op dit moment voor haar. Ja. Ja, ja. Ze heeft zich er echt voor op moeten laden. Ja. Ja. Maar goed, jullie zijn pas geleden, een paar maanden geleden, zijn jullie echt getrouwd. Ja, dat klopt. Ik ben uiteindelijk, toen wij van de doktoren hoorden dat we eigenlijk alle dingen die we voor de toekomst gepland hadden, naar voren moesten halen. Ben ik meteen aan de gang gegaan voor de grootste droom die Jess had. En dat is trouwen met de man van haar dromen. Nou, dat was ik in dit geval haar. En nu heb ik het bericht gekregen dat het gewoon niet goed gaat met haar. En voor alle twee. Voor Edwin, maar helemaal voor Jessica. Gaan wij nu een kaarsje opsteken. Vrienden, zij hebben dat zo verschrikkelijk hard nodig. En ik zou eigenlijk aan jullie willen vragen, steek ook allemaal een kaarsje op voor hun. Ja, want zij hebben echt geen mazzel in het leven. Echt niet. Ik heb er al eentje aan. Kijk, dat is één kaarsje, want we doen er twee, hoor. Zet hem neer. Ja, zie je? Zet hem neer. Heeft hem neergezet. We gaan er nog een kaarsje bij doen. Eentje voor Edwin natuurlijk, maar helemaal eentje. En deze is... voor Jessica. Deze is voor Jessica. Jessica, zie je hem? Laat even goed zien. Laat even goed zien. Deze is voor jou. Deze is voor Jessica. Nou, die zetten we ook even neer. Hup, daar staat hij. We hopen dat het helpt. En nogmaals, iedereen, alle volgers, vrienden, steek voor hun ook een kaarsje op. Ze hebben het heel, heel hard nodig.